De International Planned Parenthood Federation, IPPF, het wereldwijde overkoepelend orgaan voor seksuele reproductieve gezondheid en rechten, heeft Stichting Lobby Health Center voor de derde keer op rij gecertificeerd als volwaardig lid. We hebben het afgelopen jaar keihard gewerkt om de accreditatie binnen te halen, zegt directeur Nancy Bandu. Om de 5 jaar worden alle aangesloten niet-gouvernementele organisaties opnieuw beoordeeld. Daarbij moet worden voldaan aan strenge normen en standaarden. Het accreditatieproces is gebaseerd op 10 principes, 48 normen en 170 controles. De vereisten zijn onder meer dat de organisatie open en democratisch is, goed bestuur demonstreert, strategisch vooruitstrevend en transparant is. Daarnaast spelen goed beheer en een gezonde financiële bedrijfsvoering een belangrijke rol.